Dit is deel 5 van college 10. Het laatste gedeelte van dit college. Het is inmiddels al een heel erg lang college geworden, dus ik hoop dat je nog zin hebt in dit laatste stukje. Het is wel een heel belangrijk stukje, want we gaan het nu hebben over de ontwikkeling van een relatie. We hebben het in het vorige gedeelte natuurlijk gehad over aantrekkingskracht. Dus je weet nu best wel goed wanneer we iemand aantrekkelijk vinden. En dat het heel belangrijk is dat je het gevoel hebt dat er een vuurwerk is, dat er een vlam echt overspringt tussen jullie. Maar hopelijk is die vlam natuurlijk nog maar het begin. Uiteindelijk hoop je dan natuurlijk dat er een relatie gaat vormen met een ander. Een liefdesrelatie die hopelijk stabiel is en die je heel veel geluk gaat brengen. Nou, hoe kan je daar nou in belanden en wat is een liefdesrelatie nou eigenlijk? Nou, er zijn verschillende theorieën over. Een hele belangrijke theorie is de driehoekstheorie van de liefde. Deze driehoekstheorie van de liefde is opgesteld door Sternberg. En die stelt eigenlijk dat er drie componenten zijn, drie factoren die cruciaal zijn in een liefdesrelatie. De eerste factor is hartstocht, passie. Ja, dat is natuurlijk ook echt het component wat een liefdesrelatie onderscheidt van andere soorten relaties. Relaties die je hebt met je familieleden of met je vrienden. Daar ervaar je geen hartstocht. Want hartstocht is dat verlangen, dat intense verlangen om samen te zijn. Met heel veel fysieke opwinding, dus heel veel dat gevoel van vlinders in je buik, seksuele spanning, verlangen naar seksueel samen zijn. Ja, dat maakt echt een liefdesrelatie anders natuurlijk dan een vriendschapsrelatie. Eerste belangrijke component is dat. De tweede component is intimiteit. En intimiteit wil zeggen dat je een hechte band hebt met elkaar. Waarin je allebei heel veel emotionele steun biedt aan elkaar. Nou, die intimiteit die kan je natuurlijk wel prima ervaren in liefdes, of in vriendschapsrelaties en relaties met je familieleden. Dat is echt eigenlijk een beetje de kern van de need to belong. Het gevoel van die ander is er voor je en steunt jou ook emotioneel als je het moeilijk hebt. Intimiteit. De laatste factor is verbondenheid. En dat wil zeggen dat je ook dat het voor jou ook de bedoeling is om op lange termijn aan elkaar verbonden te blijven. Dus dit is niet iets wat je vandaag alleen maar ervaart. Je denkt, morgen zie ik het wel weer. Nee, je hebt echt de bedoeling om deze relatie op lange termijn voor te zetten. En deze drie componenten die vormen samen een liefdesrelatie. Maar die drie componenten zijn niet altijd in elke fase van een relatie even sterk aanwezig. In het begin van een relatie ervaar je waarschijnlijk meer hartstochtelijke liefde. Dat is de liefde waarbij hartstocht echt de boventoon voert. Je bent dolverliefd, je wil heel graag samen zijn. Je hebt een soort van honger naar elkaar om de hele tijd alleen maar bij elkaar te zijn. Je hebt ook heel veel behoefte aan seks met elkaar en intiem samen zijn. En ja, die hartstochtelijke liefde wordt dus eigenlijk gekenmerkt door hartstocht. En ook wel een opbouwende intimiteit. Dus je gaat langzaam steeds meer op elkaar durven vertrouwen, ook emotioneel. Nou, die hartstochtelijke liefde, dat duurt niet je leven lang. Tenminste, dat hoop ik ook niet, want dat is heel vermoeiend om op die manier lief te hebben. Het sleurt al je energie op. Het is echt die fase van intense verliefdheid die heel veel energie en aandacht kost. Uiteindelijk ga je een andere relatie vormen, creëren. En misschien uiteindelijk na heel veel jaren samen zijn, zoals dit gelukkige, wat oudere stel hier op de foto, dan ga je meer kameraadschappelijke liefde ervaren. Bij kameraadschappelijke liefde speelt hartstocht niet meer zo'n grote rol, of soms zelfs helemaal geen rol meer. Maar in plaats daarvan ben je wel nog steeds emotioneel heel erg close, dus je hebt veel intimiteit en verbondenheid. Je wil bij elkaar zijn en je wil bij elkaar blijven. Nou, dus er zijn verschillende manieren waarop jij die drie componenten met elkaar kan combineren. En hier zie je een overzichtje van de verschillende soorten liefde die je kan ervaren. En de verschillende fases ook die je door kan lopen in een relatie. Hopelijk begin je zo in die linker onderhoek waanzinnige verliefdheid. Alleen maar hartstocht. Nou, dat klinkt prachtig, toch? Ik hoop dat je dat daarmee begint. Uiteindelijk ga je over naar romantische liefde, intimiteit en hartstocht. En hopelijk, nou als je echt geluk hebt, krijg je dan uiteindelijk in de sweet spot in de middel volmaakte liefde. Nou, dan ervaar je dus zowel intimiteit, hartstocht als verbondenheid. Dat is natuurlijk waar we allemaal willen zijn. Waar we zeker niet willen zijn, is in die rechteronderhoek. Lege liefde. Nou, dat klinkt verschrikkelijk, toch? Dan heb je dus alleen maar verbondenheid. Je hebt alleen maar de beslissing om op lange termijn samen te blijven. Geen passie, geen hartstocht. Geen intimiteit, je steunt elkaar niet, je wil alleen maar toch besluiten, we blijven bij elkaar. Dan vraag je misschien af, waarom zou je dat in godsnaam doen? Waarom zijn er relaties die je kan definiëren als lege liefde? Nou, om dat te begrijpen, wil ik jullie voorstellen aan het investeringsmodel van Carol Rusbelt. Een ingewikkeld model om relaties te begrijpen, maar wel echt het allerbeste model als je het mij vraagt. Dit is het investeringsmodel.
Nou, dat investeringsmodel richt zich in eerste instantie op tevredenheid over een relatie. Dus hoe tevreden ben je met een relatie? Nou, hoe tevreden je bent, dat wordt bepaald door de baten en de kosten. Dus hoeveel levert de relatie je op en hoeveel kost de relatie je? En ook eigenlijk het gevoel van winst en rechtvaardigheid. Dus in hoeverre heb je het gevoel dat het rechtvaardig is wat jij in deze relatie krijgt? Deze drie factoren bepalen samen hoe tevreden je bent met een relatie. En hele lange tijd zijn relatiewetenschappers hebben zich eigenlijk blind gestaard op tevredenheid. Dachten, nou ja, wanneer blijven mensen bij elkaar? Als ze tevreden zijn met elkaar. Simpel toch? Maar de praktijk bleek helemaal niet zo simpel te zijn. Het is niet zo dat je alleen maar tevreden moet zijn met je relatie om bij elkaar te blijven. Er zijn nog meer factoren die een rol spelen. En dat heeft Carol Rusbild heel erg mooi onderzocht. En die twee andere factoren zijn ten eerste investeringen in de relatie en ten tweede alternatieven. Nou, met die investeringen in de relatie bedoelt Carol Rusbild eigenlijk hoeveel je al hebt geïnvesteerd in het samen zijn in de relatie. Dat kan zijn gemeenschappelijke vrienden, gemeenschappelijke herinneringen. Je hebt misschien samen een huisdier. Als je echt al langer samen bent, heb je misschien samen zelfs een huis gekocht of kinderen gekregen. Nou, dat zijn natuurlijk hele heftige investeringen in de relatie. En hoe meer je hebt geïnvesteerd, hoe groter eigenlijk de kans dat je bij diegene wil blijven. Dus hoe meer toegewijd je bent aan de relatie. Een relatie waarin je heel veel hebt geïnvesteerd, geef je niet zomaar op. Daar moet je echt wel heel goed over nadenken. En tot slot, een hele belangrijke kwaliteit van de alternatieven. En dat verklaart natuurlijk waarom je relatie kan verbreken als je verliefd wordt op iemand anders. Dan is het alternatief ineens super aantrekkelijk geworden. Waardoor jouw huidige relatie, ook al was je best tevreden en had je heel veel geïnvesteerd, ja, toch ineens op de losse schroeven kan komen te staan. Omdat je iemand ontmoet ja, die jou helemaal van je sokken blaast, op wie je heel erg verliefd wordt. Maar een alternatief kan ook zijn alleen zijn. Dus een alternatief wil niet altijd zijn een andere partner. Het kan ook betekenen het vooruitzicht om weer vrijgezel te zijn. En voor sommige mensen is dat heel aantrekkelijk. Die denken van, oh, het lijkt me heerlijk om weer vrijgezel te zijn. Ook al ben ik heel blij met mijn partner en hebben we het heel fijn samen. Ja, dat vrijgezel zijn, dat lijkt me toch ook wel heel erg leuk. Terwijl anderen daar juist niet aan moeten denken. Die zeggen, oh, ik wil echt nooit meer vrijgezel zijn, want ik vind nooit meer iemand anders. Dus bijvoorbeeld als je heel onzeker bent, kan het zijn dat je maar bij je huidige partner blijft zitten, omdat je denkt, ja, maar alternatief is dat ik weer alleen ben en dan vind ik nooit meer iemand. Dus die drie componenten zijn alle drie heel erg belangrijk om de toewijding aan de relatie te voorspellen. En die toewijding aan de relatie, die voorspelt weer de stabiliteit van de relatie. Dus of je besluit om uit elkaar te gaan of juist bij elkaar te blijven. Nou, dankzij het investeringsmodel kunnen wij complexe relaties ook heel erg goed begrijpen. We kunnen daardoor bijvoorbeeld begrijpen waarom iemand in een relatie blijft die duidelijk niet goed is voor die persoon. Bijvoorbeeld een relatie waarin er sprake is van emotioneel of fysieke mishandeling. Dan is het van een afstandje heel makkelijk oordelen en zeg je, ja, waarom blijf je bij iemand die jou slaat of die jou uitscheldt? Dan ga je toch gewoon weg? Ja, maar kijk eens naar het hele model. Hoeveel heeft die persoon al geïnvesteerd? Misschien zijn er wel kinderen in het spel. Misschien heeft die persoon zelf al geen inkomen en is daarom gedwongen om in een relatie te blijven, omdat het alternatief voor de relatie, namelijk op straat komen te staan met misschien je kinderen, nog veel slechter is. Dus het investeringsmodel helpt ons om de complexiteit van relaties en relatiebeslissingen beter te begrijpen. Veel beter dan andere modellen die trouwens beschreven staan in het boek. In jullie boek staat ook nog theorieën over bijvoorbeeld sociale uitwisselingstheorie en de gelijkheidstheorie. Die ook inderdaad theorieën zijn die toepasbaar zijn op hechte relaties. Maar deze theorieën slagen er eigenlijk niet om relaties en de complexiteit van relatiebeslissingen echt goed te begrijpen. Dat kan het investeringsmodel verreweg het beste. Dus daarom zou ik dit model ook zeker daarboven verkiezen, boven die andere modellen. Het helpt ons ook begrijpen waarom de huidige tijd best wel een bedreiging kan vormen voor bestaande relaties. Want dat online daten en het swipen en de toename aan het aantal vrijgezellen in Nederland en in de hele wereld kan ervoor zorgen dat je best wel eens benieuwd wordt hoe het is om weer vrijgezel te zijn en online te gaan daten. Dus dat kan ook toewijding aan de relatie, commitment aan de relatie, kan dat ook ondermijnen de huidige tijd. Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van dit lange college. En het boek gaat op het eind van het hoofdstuk gaat het over uit elkaar gaan. Nou, ik ben een optimist, dus ik ga niet praten over uit elkaar gaan. Ik ga praten over hoe je je relatie kan verbeteren. Dus voor degenen die een relatie hebben, goed opletten. En ook als je geen relatie hebt, ook goed opletten, want het is ook tentamenstof. Dus belangrijk om goed op te letten. Het eerste wat je kan doen om je relatie te verbeteren is intimiteit te vergroten. Dus
Dus investeer in die emotionele connectie tussen jullie beiden. Nou, hoe kan je dat nou doen? Dan kunnen we eens even kijken naar het onderzoek wat Art Aron, een van de belangrijkste relatiewetenschappers, heeft uitgevoerd bij twee vreemden. Deze twee vreemden nodigden hij uit in het lab en die werden uitgenodigd om 3 kwartier met elkaar in gesprek te gaan. 3 kwartier is best lang om met een vreemde te praten, maar ze gingen dus samen dat gesprek aan en er waren 2 verschillende groepen. Sommige mensen gingen praten over een willekeurig onderwerp, dus ze mochten helemaal zelf weten waar ze het over gingen hebben. En anderen gingen praten over hele persoonlijke onderwerpen. Nou, die onderwerpen waren heel erg persoonlijk en ze kregen ook een lijst van 36 vragen die ze moesten afwerken. En dat begon vrij oppervlakkig, bijvoorbeeld welk ontbijt heb je vanmorgen gegeten? En het werd steeds een beetje persoonlijker met vragen zoals wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wat is de relatie met je moeder? Wat zijn je diepste angsten of verlangens? Nou, je zou denken dat het super awkward is om met een vreemde allemaal te bespreken. En dat je misschien na afloop denkt, oh, ik wil die persoon echt nooit meer zien. Dit was echt zo ongemakkelijk. Maar het tegenovergestelde bleek waar. Want achteraf mochten deze deelnemers aangeven hoe leuk ze hun gesprekspartner vonden. Of ze die persoon ook fysiek aantrekkelijk vonden. Het waren allemaal heteroseksuele koppels. Een man en een vrouw samen. En uit het onderzoek bleek dat de mensen die over hele persoonlijke onderwerpen hadden gesproken, dat die meer intimiteit hadden ervaren. En ook meer wederzijdse aantrekkingskracht. Ook seksuele aantrekkingskracht. En uit dit onderzoek blijkt dat zelfonthulling, dus dingen met je, over jezelf delen die best wel intiem zijn, best wel persoonlijk zijn, is eigenlijk cruciaal in relaties. Dus echt iets weggeven wat echt van jou is, wat heel erg kwetsbaar is voor jou, dat is een hele mooie investering in een relatie. Het geeft namelijk aan dat je die ander vertrouwt en dat jij vertrouwt dat die informatie bij die ander in goede handen is. Moet je natuurlijk wel het gevoel hebben dat dat ook zo is. Dus je moet ook het idee hebben van die ander gaat daar zorgvuldig mee om. En als jij zelf iets over jezelf vertelt wat heel persoonlijk is, is er een hele grote kans dat die ander dat ook doet. Want ja, ook in relaties is er sprake van conformiteit. We doen elkaar een beetje na. Dus als jij iets van jezelf onthult aan de ander, zal die ander ook iets van zichzelf onthullen aan jou. Dus hou dat in je achterhoofd de volgende keer als je weer samen op date gaat. Nou, tot slot nog even een rits met tips voor jullie om te investeren in je relatie. Wat je kan gaan doen is leuke dingen ondernemen, spannende dingen. En denk dan ook vooral echt weer aan dat onderzoek van arousal. Hè? Dus samen in de achtbaan, salsa dansen, bungee jumpen. Nou, maak het zo spannend als je zelf aandurft. Want ook als je die arousal in een bestaande relatie ervaart, kan dat het verliefdheidsgevoel weer even een boost geven. Dus hou dat in je achterhoofd. Probeer ook vooral veel met elkaar te praten. Natuurlijk, communiceren is belangrijk. En hou ook in je achterhoofd dat het ook belangrijk is om ook goed nieuws met elkaar uit te wisselen. Want in een langdurige relatie hebben wij soms een beetje de neiging om onze partner te gebruiken als soort van prullenbak. En vooral heel veel te vertellen van wat er allemaal mis was gegaan op je dag. Ja, en toen was mijn fiets had een lekke band en mijn baas was heel erg onaardig. En toen had ik ook nog een tentamen wat helemaal niet ging. En je mag natuurlijk best wel je ei kwijt bij je partner, maar probeer ook soms eens wat positieve dingen met elkaar te delen. En als je partner dat dan doet, reageer er dan ook actief op en ook constructief. Dus zorg dat je echt goed luistert, leg je telefoon aan de kant en ga echt met elkaar in gesprek. Volgende tip is om ook te erkennen dat er verschillen zijn in behoefte aan autonomie. In sommige relaties, en daarin ga ik wel een beetje genderstereotyp zijn, want in de meeste relaties, heteroseksuele relaties, hebben mannen wat meer behoefte aan autonomie dan vrouwen. Geldt niet in alle relaties, soms zijn het juist vrouwen die meer behoefte hebben aan autonomie. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat je daarin kan verschillen. Sommige mensen willen heel veel samen zijn en andere mensen hebben ook heel veel behoefte aan tijd voor zichzelf. En het is gewoon belangrijk om elkaar te leren kennen op dat gebied, zodat je goed elkaars grenzen kan respecteren. En ook dat je je niet meteen aangevallen of bedreigd voelt als iemand zegt, ik wil nu even alleen een wandeling maken en even niet samen. Dus dat is ook een belangrijke tip. Nou, tot slot is het natuurlijk heel erg belangrijk om je relatie, dat de relatie ook de stormen kan doorstaan. En in elke relatie gaat het op een gegeven moment wel eens mis. We maken allemaal ruzie met elkaar en er gebeuren gegarandeerd dingen in je relatie waardoor je je wel eens gekwetst voelt door je partner. En het is belangrijk om daar op een goede manier mee om te gaan, om vergevingsgezind te zijn, om je eigen belang af en toe op te offeren. En natuurlijk ook om de regels die je samen hebt gemaakt in je relatie te respecteren. En als die regel is dat je bijvoorbeeld monogaam bent,
dan is het belangrijk om niet vreemd te gaan. En mensen verschillen daarin. Sommige mensen gaan eerder vreemd dan anderen. En sommige mensen zijn in het algemeen wat betrouwbaardere partners dan anderen. En een factor die daar heel erg belangrijk is impulscontrole. Dat is gebleken uit mijn eigen promotieonderzoek naar dit onderwerp. Dus een promotieonderzoek is iets wat je doet als je gaat promoveren, als je dokter wil worden. Dat heb ik dus gedaan en ik heb nog een college voor jullie als toetje van dit college over vreemd gaan en waarom sommige mensen eerder vreemd gaan dan anderen. Dit is geen verplichte lesstof, geen tentamenstof. Het is alleen maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn in wat meer verdieping over dit onderwerp. En als je wil weten waar ik zelf 4 jaar promotieonderzoek over heb gedaan. En dan is dit het einde van het college. Waarom gaat de een sneller vreemd dan de ander? Dit is de Universiteit van Nederland. Prinses Diana, Jennifer Aniston, Sandra Bullock, Uma Thurman en ook onze eigen Anouk. Wat hebben al deze vrouwen met elkaar gemeen? Tuurlijk, het zijn allemaal beroemde vrouwen. Ze zijn ook allemaal heel erg knap. Ze zijn ook succesvol. Ze zijn ook stoere, krachtige vrouwen, toch? Maar ze hebben nog een gemeenschappelijkheid die ik nog niet heb genoemd. En dat is het feit dat al hun partners zijn vreemd gegaan. Ze zijn allemaal bedrogen door hun partner. Als ik zo naar dit rijtje vrouwen kijk, dan vraag ik me toch af, waarom zou je vreemd gaan als je de hoofdprijs al hebt? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. We gaan het hebben over vreemd gaan en waarom sommige mensen wel vreemd gaan en anderen niet. En om daar antwoord op te geven, is het heel erg belangrijk om eerst eens even te gaan kijken naar relaties. Wat heb je nodig om een goede relatie te hebben? En vooral, wat heb je nodig om een goede relatie te houden? Waarschijnlijk weten heel veel van jullie dat het hebben van een relatie soms echt niet zo makkelijk is. Er zijn onvermijdelijk momenten in je relatie dat je het moeilijk hebt. Je krijgt ruzie. Je krijgt onvermijdelijk een keer ruzie met je partner, hoe fijn jullie het ook hebben. Dat is op zich ook heel erg normaal. Er zijn ook ergernissen. Misschien zie je altijd weer die schoenen in de gang liggen, waardoor je als je binnenkomt altijd struikelt over die schoenen. Verschrikkelijk irritant. En natuurlijk kunnen er ook momenten zijn dat jij ineens, onverwachts, oog in oog staat met iemand die ook wel heel erg aantrekkelijk is. En dat je, ook al ben je dol op je partner en hou je heel veel van die persoon, dat je denkt, wow, ik voel hier iets gebeuren. En sommige mensen, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, maar mensen verschillen in het feit of ze hier iets mee hebben gedaan. Dus mensen verschillen in het feit of ze ingaan op die gevoelens van aantrekkingskracht van aantrekkelijke anderen. Het is wel heel erg belangrijk om je te realiseren dat of je in staat bent om op dat moment de verleiding te weerstaan, dat is echt cruciaal voor de houdbaarheidsdatum van je relatie. Want op dit moment is in Nederland nog steeds nummer 1 reden van scheidingen, is vreemdgaan. Nog steeds de meeste huwelijken lopen op de klippen omdat iemand vreemd is gegaan. Dus het is wat dat betreft heel erg belangrijk om die capaciteit te hebben om trouw te kunnen blijven aan je partner. Even een momentje om je te realiseren wat er gebeurt als je oog in oog staat met iemand die je heel erg aantrekkelijk vindt. Wat gebeurt er dan? Waarschijnlijk heb je op dat moment, voel je een aantrekkingskracht. En die aantrekkingskracht is heel erg normaal. We weten op het moment dat je iemand ziet die we mooi vinden, gaan er beloningsgebieden in ons brein worden actief. Dus we krijgen een automatische reactie vanuit onze hersenen. Hier gebeurt iets wat we fijn vinden. Hetzelfde als je bijvoorbeeld een stukje chocola eet, worden ook die beloningsgebieden in je brein actief. Tenminste, als je van chocola houdt. Want normale mensen houden natuurlijk van chocola, dus dan gebeurt dat in je brein. Dat gebeurt ook als je naar mooie mensen kijkt. Dus op het moment dat jij iemand ziet die je mooi vindt, dan gaan die beloningsgebieden actief worden. En als je dan ook nog een soort van reactie van die andere persoon krijgt, dat hij of zij jou ook leuk vindt, ja, dan voel je waarschijnlijk een sterke impuls om in te gaan op die aantrekkingskracht. Maar op de lange termijn weten we natuurlijk allemaal dat je dat niet moet doen. Stop, alarm, niet doen. Want je wil je relatie beschermen. Je wil een goede partner zijn en je wil trouw blijven. Dus wat heb je nodig om trouw te blijven aan je partner? Dat is impulscontrole. Je moet in staat zijn om die eerste impuls, dat automatische gevoel van aantrekkingskracht, een beetje te onderdrukken, te reguleren en daarna te denken aan, maar ik heb een hele fijne partner, ik wil hier helemaal niks mee doen. Dus dat was eigenlijk mijn hypothese voordat ik aan mijn onderzoek begon was, je hebt impulscontrole nodig om te gaan met verleidingen in je relatie. Nou, ik ga jullie straks alles vertellen hoe ik dat heb onderzocht, maar voordat ik dat ga doen,
kan ik me voorstellen dat je op dit moment nu denkt, ja, hoe zou het eigenlijk zitten met mijn impulscontrole? Nou, goed nieuws, dat gaan we nu testen. We gaan op twee manieren testen hoe het staat met jullie impulscontrole. Dat gaan we allereerst doen door middel van een vragenlijst. Ik ga jullie wat stellingen ga ik nu noemen. Dus, eerste stelling. Plezier en lol maken zorgen er vaak voor dat ik mijn werk niet afkrijg. Wie is het daarmee eens? Oké, wel vrij veel handen. Tweede stelling. Ik wou dat ik meer zelfdiscipline had. Oké, derde stelling. Ik ben lui. Heel eerlijke mensen in de zaal, dank je. En tot slot, ik zeg vaak dingen die ongepast zijn. Oké, kijk. Dit zijn vier verschillende stellingen. Die zijn echt afkomstig uit een vragenlijst naar zelfcontrole. En als je nou heel vaak je hand hebt opgestoken, betekent twee dingen. Ten eerste, je hebt heel goed meegedaan. Dankjewel. Super, heel fijn. Dat doen we goed. Ten tweede betekent het dat je waarschijnlijk niet zo heel veel zelfcontrole hebt. Boe, is geen goed nieuws. Dan ga je na deze presentatie denken, oh jee, dat is niet fijn. Maar ik heb... Het is nog een herkansing, want je kan ook zelfcontrole of impulscontrole kan je ook op een andere manier meten. Niet met vragen. Vragen zijn namelijk, kan je ook heel veel fouten mee maken. Hè? Want soms hebben wij helemaal niet zoveel inzicht in ons eigen niveau van zelfcontrole. Misschien denk je wel dat je lui bent, maar valt in praktijk best wel mee, joh. Echt, je bent helemaal niet zo lui als je denkt. Of andersom misschien. En mensen zijn ook niet altijd eerlijk als ze vragen moeten beantwoorden. Want we doen ons graag een beetje beter voor dan we zijn. Dus, nu komt echt de taak. Geen kans om te ontsnappen. In deze taak gaan jullie zo meteen woorden zien in het scherm. En die woorden die hebben allemaal een verschillende kleur. En de opdracht is heel erg simpel. Benoem de kleur van de inkt. Dus je ziet gewoon een woord en een kleur verschijnen. Hartstikke makkelijk. En de vraag is dus, benoem de kleur van de inkt. Negeer daarbij wat er staat, helemaal niet belangrijk. Woord wat staat, echt niet belangrijk. Let er gewoon niet op. En benoem de kleur van de inkt. En ik wil jullie allemaal graag uitnodigen om dat hardop te doen. Gaan we allemaal even dit taakje uitvoeren. Oké, daar gaan we. Juist. Oké, juist. Voor de mensen die deze taak kenden, die wisten op een gegeven moment ga ik woorden te zien krijgen wat een kleurwoord is. En dan moet ik op gaan letten, dus ik begon al een beetje te twijfelen. En bij die laatste twee woorden, ja, dan werd het echt wel heel erg lastig. Maar dit wordt moeilijk, omdat als je een woord ziet, bijvoorbeeld in deze laatste voorbeelden die ik jullie heb gegeven. Als je het woord blauw ziet staan in rode inkt, we hebben een automatische neiging om op te lezen wat er staat. Lezen is voor ons geautomatiseerd gedrag geworden, wat heel fijn is in principe. Dus om de taak goed uit te voeren heb je impulscontrole nodig. Je moet die impuls onderdrukken. En als je het nou niet zo goed hebt gedaan deze taak, ja, dan is er een kans dat jij niet zo heel veel impulscontrole hebt. Nou, hoe zou dat nou verband houden met jouw relatieskills? Dus maakt dat jou nou een betere of slechtere partner? Nou, om dit te onderzoeken heb ik mannen uitgenodigd om deel te nemen aan mijn onderzoek. Deze mannen hadden allemaal een relatie. Belangrijke informatie. Wat ik als eerste heb gedaan is hun niveau van impulscontrole getest. Dus ze hebben allemaal een taak uitgevoerd, zoals die taak die jullie net ook hebben uitgevoerd, met die kleurwoorden. Vervolgens heb ik die mannen gevraagd om plaats te nemen in een wachtruimte. Zogenaamd omdat ik het volgende gedeelte van het onderzoek nog moest opstellen. Wat ze niet wisten was dat die wachtruimte was eigenlijk het volgende gedeelte van het onderzoek. Ze zaten in die wachtruimte en er waren twee dingen aanwezig. Ten eerste, een videocamera. En ten tweede, een hele mooie vrouw. En die vrouw was een medewerkster van ons experiment, maar dat wisten die mannen niet. Zij deed zich voor als een andere deelnemer, die ook toevallig in die wachtruimte zat, omdat ze deelnam aan het experimentje. Wij zijn natuurlijk gaan kijken naar het gedrag van die mannen, bezette mannen, ten opzichte van die mooie vrouw. Specifiek wilden we weten, gaat die man zijn kans grijpen? Gaat hij flirten met die mooie dame in die wachtruimte? En helaas kan ik jullie niet de beelden laten zien. Dat was natuurlijk hilarisch geweest om te kijken naar al die flirtende mannen. Maar ja, we hebben wel een beetje respect voor de privacy van onze deelnemers van het onderzoek. Dus dat kan niet. Er werd ook flink wat afgeflirt. Er was bijvoorbeeld één jongen die kwam naar het onderzoek samen met zijn vriendin.
Zijn vriendin was aan het wachten, buiten. En in de wachtruimte nam hij toch zijn kans schoon om het nummer te vragen van onze vrouwelijke medewerkster. En hij zei, ja, vandaag kan ik toevallig niet afspreken, maar morgen heb ik wel heel veel tijd. Dus er werd wel degelijk wat afgevuld. Natuurlijk ook allemaal jonge mannen, hè. Je mannen zo rond de 20, dus zitten nog helemaal vol van de testosteron en de paringsdrift. Dus op zich in die zin logisch te begrijpen van deze mannen. Wat we dus zagen en waar we vooral in geïnteresseerd waren, had die impulscontroletaak nou invloed op, of had het voorspellende waarde voor het flirtgedrag? En jawel, we vonden dat mannen die een lager niveau van impulscontrole hadden, slechtere prestatie op die taak dus, dat die meer gingen flirten met die mooie vrouwen. En het is wel heel erg belangrijk om te vermelden, dit onderzoek was bij mannen, maar ik heb natuurlijk ook nog ander onderzoek gedaan, ook bij vrouwen. En vrouwen zijn ook geen heiligen. Vrouwen kunnen ook vreemd gaan. En ook vrouwen hebben dus die impulscontrole nodig om trouw te blijven aan hun partner. Misschien vraag je je af, ja, die impulscontrole, het lijkt een beetje op intelligentie. Is het nou intelligentie of is het iets anders? Het is geen intelligentie, het is echt iets anders. Er is weinig verband tussen intelligentie en impulscontrole. En anekdotisch bewijs hiervoor is dat Albert Einstein, dat hij echt berucht was om het hebben van hele slechte relaties. Hij ging vreemd aan de lopende band, had een waardeloos huwelijk. En hij zei ook regelmatig dat hij echt geen idee had hoe hij zijn relatie goed kon laten functioneren. En dat was toch wel waarschijnlijk de allerslimste man die ooit geleefd heeft. Dus intelligentie is het niet. Misschien is dat een geruststelling of een teleurstelling. Dat weet ik niet, dat mag je voor jezelf bepalen. Maar je moet wel zeker je hoofd gebruiken. Er is ook onderzoek geweest waaruit blijkt dat je hersenen zeker actief worden op het moment dat wij omgaan met aantrekkelijke anderen. Ik heb al even genoemd dat het kijken naar mooie mensen, dat stimuleert de beloningsgebieden in je brein. Dat gebeurt automatisch. Maar als je een relatie hebt, gebeurt er iets interessants. Als je kijkt naar een mooi persoon, worden niet alleen maar de beloningsgebieden in je brein actief, maar ook de controlegebieden in je brein. De gebieden in je brein die ervoor zorgen dat je je gedrag kan controleren. Dat zie je hier. Dat zijn die plaatjes aan de rechterkant, daar zie je het controlegebied van je brein. En links, dat zijn de beloningsgebieden in je brein. En wat ook interessant is, als die controlegebieden geactiveerd worden, worden automatisch die beloningsgebieden minder actief. Dus als je een relatie hebt, dan voel je minder beloning als je kijkt naar mooie mensen dan als je geen relatie hebt. Super nuttig. Super efficiënt, want dan heb je helemaal niet meer zo sterk die neiging om vreemd te gaan. En ik zal het je nog sterker vertellen, dit effect is veel sterker voor mensen die ook nog eens heel erg blij zijn met hun partner. Want natuurlijk, de kwaliteit van je relatie doet er wel degelijk toe. Misschien denk je nu, oké, ik heb waardeloos gepresteerd op die vragenlijst, want ik stak telkens mijn hand op. En ik kon echt totaal niks met die kleurwoorden, dat lukte me helemaal niet. Dus ik ben verloren. Ik ga me nooit lukken om een goede relatie te hebben. Nou, dat is gelukkig niet helemaal waar. Ten eerste kan je impulscontrole trainen. Er zijn tegenwoordig heel veel onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop je beter kan worden in impulscontrole. Dat kan je doen ten eerste door cognitieve trainingen. Dus je kan trainingen doen waardoor je die cognitieve taakjes beter kan uitvoeren. En dat leidt er vervolgens ook toe dat je weer betere partner bent. Ten tweede is het ook heel erg belangrijk om geloof te hebben in je eigen niveau van impulscontrole. En tot slot is ook een hele goede tip om op een mindvolle manier om te gaan met verleidingen in je leven. Dit is onderzoek wat ik heb uitgevoerd samen met Esther Papies. Onder andere naar eetgedrag. Denk je eetgedrag? Het gaat over relaties. Waar heb je het over? Eetgedrag en relaties hebben best wel veel met elkaar te maken. Kijk naar deze brownie. Nou, het ziet best lekker uit, hè? Nou, ik zou op dit moment eigenlijk best wel lusten. Dus ik voel nu een impuls om die brownie te gaan eten. Als ik dat nou niet wil doen, stel ik ben aan de lijn en ik denk, nee, ik wil die brownie niet eten. Wat moet ik nou doen? Als je nou op een hele mindvolle manier omgaat met die brownie, dat betekent dat je helemaal accepteert wat je voelt voor die brownie. En dat je denkt van, hoe zou die brownie smaken? En je echt helemaal visualiseert hoe het zou zijn om die brownie te eten. In het begin denk je, oh, dat is super lekker. Maar op een gegeven moment zal je ook in je hoofd een proces doorgaan. Dat je denkt, ja, maar op een gegeven moment is die op. En dan heb ik eigenlijk een hele brownie gegeten, terwijl ik het niet wilde. En dan heb ik ook geen zin meer in, want dan voel ik mezelf helemaal dik en dat wil ik helemaal niet. Dus die manier van omgaan met verleidingen helpt je om in te zien dat impulsen per definitie tijdelijk zijn. Dus een brownie is nu aantrekkelijk, maar als ik er 6 heb gegeten, echt helemaal niet meer.
Dus accepteer dat verleidingen per definitie tijdelijk zijn. Dat geldt voor eten. En dat geldt ook voor de liefde. Dus stel je voor, je staat oog in oog met een heel aantrekkelijk hapje. Dan kan je je voorstellen, als je nou George Clooney in levende lijf tegenkomt en hij zegt, ik wil je. Wat ga je dan doen? Nou, dan kan je denken, ja, George is leuk voor nu. Maar vind ik het ook nog straks leuk als we dan echt daarop in zijn gegaan? Ik denk dat ik het misschien dan helemaal niet meer zo leuk vind. En misschien ben je helemaal niet zo de moeite waard als ik nu denk en voel. Nou, dat brengt mij naar de conclusie van mijn college. Waarom gaan sommige mensen eerder vreemd dan anderen? Dat is echt een kwestie van impulscontrole. Mensen verschillen in de mate waarin ze hun impulsen kunnen controleren. Een goede partner zijn, trouw zijn aan je partner, is niet alleen een kwestie van willen, maar ook van kunnen. Je hebt ook echt een capaciteit nodig tot impulscontrole. Nou, wil je nou nog meer weten over de liefde? Kijk dan ook zeker naar de andere colleges over dit thema.